Een morfologische kaart is een manier om alle opties, alle alternatieve ideeën voor elke deelfunctie in je ontwerp in één overzicht bij elkaar te zetten. Ik ga zo laten zien hoe dat eruit ziet en waar je op moet letten. Maar eerst, waarom maken we die dingen? Voor jezelf als ontwerper of als teamontwerpers is een morfologische kaart vooral een goede methode om jezelf te dwingen echt alle alternatieven op een rij te zetten. Om niet te snel in één idee voor het gehele ontwerp vast te komen zitten, maar een per deelfunctie een soort mini-ontwerpprojectje te doen. Naar andere mensen toe, naar je opdrachtgever, naar collega's, naar de baas, is een morfologische kaart een goede methode om te laten zien dat je dat gedaan hebt. Dat je heel breed gekeken hebt. Door alles in zo'n overzicht te zetten, kunnen zij met jou meekijken en zien, ja, ik kan niet heel veel alternatieven verzinnen die misschien beter hadden gefunctioneerd. Want bij elk ontwerp, als je uiteindelijk het totaal presenteert, is de vraag altijd, had het niet beter geweest als? Had het niet beter gefunctioneerd als het frame net een beetje een andere vorm had? Of als er voor een ander materiaal gekozen was? Als er een ander mechanisme toegepast was? En die vragen kun je alleen maar beantwoorden door te laten zien dat je in jouw ontwerpproces die dingen daadwerkelijk bekeken hebt en naast elkaar hebt gezet, waar dan uit blijkt dat degene die jij voorstelt de meest kansrijke optie is. Daar helpt de morfologische kaart heel goed bij. Dus ook al maak je hem aan het begin van het ontwerpproces, het helpt ook heel goed om aan het eind van de rit te beargumenteren dat je een goed ontwerp hebt gemaakt. Oké, maar hoe ziet zo'n ding er dan uit? Een morfologische kaart is eigenlijk heel simpel een grote tabel. Links in die tabel staan de deelfuncties. En let even goed op, een functie heeft altijd een lijn voorwerp en een werkwoord. Dus de buttondelen invoeren in dit geval. Of de matrijs wisselen. Nooit alleen maar een onderdeel zoals frame. Of alleen maar een woord zoals ondersteunen of wisselen. Want je weet nooit wat er dan gewisseld moet worden. En een frame is al een soortement van oplossing voor een functie. De onderdelen bij elkaar houden of stabiliteit bieden. Dus het zijn altijd functies, geen onderdelen. En functies hebben een werkwoord en een leidend voorwerp. De functies die je hier ziet zijn de deelfuncties van een elektrische buttonpers. De ontwerpopdracht hier was om een handmatige pers voor buttons, om daar een elektrische variant van te maken. En dan kwam je dus op deze deelfuncties uit. Nou, wat je dan doet in een morfologische kaart is in de rijen naast die deelfuncties verzamel je alle verschillende oplossingen die je daarvoor bedacht hebt. Zoals je hier ziet helpt het als die tekeningen allemaal een beetje hetzelfde detailniveau hebben. Het moet echt een beetje gematerialiseerd zijn, niet een heel abstract symbooltje, maar het moet ook weer niet zo gedetailleerd zijn dat het een heel ontwerp is. Dit zijn goede voorbeelden. De truc van zo'n morfologische kaart is dat je elk alternatief voor een bepaalde deelfunctie kunt combineren met elk alternatief voor een andere deelfunctie. En zo krijg je heel veel mogelijke combinaties. Dit zijn bijna 2000 ideeën op één papiertje. En zelfs al zitten er een aantal tussen die een beetje onzin waren, die uit de brainstorm kwamen, waarvan je al wist, dat wordt hem niet, maar die zet je er toch in om het overzicht compleet te maken, zelfs dan blijven er heel veel ideeën over. Maar ook dit is natuurlijk nog te veel. Je kunt geen 240 concepten gaan ontwikkelen straks op basis van deze morfologische kaart. Wat je gaat doen op basis van zo'n morfologische kaart is logische combinaties zoeken. Hier zie je bijvoorbeeld een ander voorbeeld dat ik een keer op een whiteboard zag staan. En hier is met gekleurde bolletjes aangegeven welke deeloplossingen samen een heel concept worden. Dus je hebt hier groen, blauw, zwart en rood. Hier komen 4 concepten uit. Dit lijken trouwens deelfuncties te zijn voor het ontwerp van een meetinstrument voor wrijvingscoëfficiënt. Maar als je naar de functies kijkt, of wat de functies hadden moeten zijn, dan zie je dat ze hier wel doen wat ik net aan het begin van de video zei dat je dat niet moet doen. Namelijk, er staat alleen maar vasthouden als functie. Nou, wat moet er dan vastgehouden worden? Dat is voor de lezer hiervan compleet onduidelijk. Ook verplaatsen en meten. Wat moet er verplaatst en gemeten worden? Dus zorg ervoor dat je de verwoording van die functie zo kiest dat een lezer die jouw project niet goed kent, snapt waar het over gaat. Dat is hier niet het geval. Een beter voorbeeld is bijvoorbeeld deze uit de Delft Design Guide. Dit gaat over een soort skelter. En hier zie je bij de functies links veel beter het ondersteunen van de kar. De kar in beweging brengen. De kar stoppen. Dit zijn allemaal heel netjes gedefinieerde functies. En dat leidt ertoe dat het geheel
duidelijk leesbaar is voor iemand die het project niet kent. Hier is uiteindelijk ook een manier gekozen om weer te geven welke combinaties doorontwikkeld werden tot een totaalconcept. De gele, de grijze en de blauwe. Dus, dat is een morfologische kaart. Eén laatste tip. Het is niet zo dat je zo'n tabel maakt met alle deelfuncties en dan de ideeën gaat verzinnen en ze invult. Dat kan, maar de ervaring leert dat je dan minder ideeën produceert dan wanneer je die creatieve fase wat losser aanpakt. Dus schrijf zo'n deelfunctie bovenaan een velletje en ga daar gewoon alles tekenen wat je te binnen schiet. Soms teken je dan meerdere tekeningen van dezelfde oplossing eigenlijk. Of ontwikkelt één oplossing zich langzaam naar een andere, terwijl je dacht dat je vier keer hetzelfde aan het tekenen was. Dus maak niet zo'n grote tabel op een whiteboard, vul hem in en na een half uurtje denk je, we zijn klaar. Probeer per deelfunctie echt een beetje een mini-ontwerpprojectje te doen. Dus dat betekent dat je per deelfunctie even lekker een paar velletjes volschetst. Of een paar whiteboards volgooit met de groep. Dat mag natuurlijk ook. En dan kun je daarna die tekeningen verzamelen. Eventueel wat nettere schematische tekeningetjes maken. En die allemaal verzamelen in zo'n morfologisch overzicht. Succes!